Fact Checker. Hallo, live kun je hierbij getuige zijn van het verzenden van een hele belangrijke e-mail naar Summit Advocaten. En dan met name naar advocaat Max Vermeij. Als het goed is Max Vermeij de advocaat van Misha Kat. Misha Kat heeft vreemde opvattingen. De vraag is of Misha Kat voor de volle 100% ongelijk heeft. Of dat Misha Kat op gevoel zo hier en daar toch een kern van waarheid heeft verkondigd. Voordat ik deze hele belangrijke e-mail verzend, zal ik deze eerst laten zien en ook zal ik deze voorlezen. Hier zie je de e-mail. De zending zal naar het algemene e-mailadres van Summit Advocaten gaan en ook gaan naar het persoonlijke e-mailadres van Max Vermeij. Bij het onderwerp staat vermeld, zijn alle beweringen van Misha Kat voor de volle 100% onwaar of is er hier en daar een kern van waarheid? Ik lees de e-mail voor. Hallo Summit Advocaten, hallo Max Vermeij, dit is een hele belangrijke e-mail. Om die reden is het versturen van deze e-mail opgenomen met de OBS, Open Broadcaster Software, wat onder andere een screen recorder is. Te zijner tijd zullen deze beelden via mijn kanaal Factchecker op www.youtube.com te zien zijn. Want jij bent toch de advocaat van onder andere Misha Kat? Misha Kat en anderen hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Misha Kat en anderen zijn ongeloofwaardig, maar klopt hun gevoel niet voor de volle 100%? Wat te denken van de zaak Marco Borsato? De ogen van Luca Borsato, die slechts officieel een zoon is van Marco Borsato, die ogen van Luca Borsato, die zijn blauw. Terwijl zowel de ogen van Marco Borsato als die van Leontien Ruiters bruin zijn. Het is onmogelijk dat Marco Borsato de genetische vader is van Luca Borsato. Marco Borsato wordt beschuldigd van misbruik van een minderjarige. Er zijn ook beelden waarop Marco Borsato een pedofiele indruk maakt. Er zijn mensen in Nederland die schijnhuwelijken arrangeren. Bijvoorbeeld tussen een vrouwelijke biseksueel en een pedofiel. Dat zou ook onder andere bij dat schijnhuwelijk tussen Leontien Ruiters en Marco Borsato gebeurd zijn. Van en over BN'ers is vaak heel wat te vinden op het internet. Hun partner, hun kinderen en dergelijke. Het staat vaak gewoon op het internet. De officiële kinderen van Henk Kamp. De officiële kinderen van Frans Bauer. De officiële kinderen van Emiel Roemer. De officiële kinderen van Freek de Jonge. De officiële kinderen van Bart Chabot. Lilian Marijnissen, de biseksuele dochter van Marianne Marijnissen van Schijndel. En Jan Marijnissen. Deze Lilian Marijnissen heeft bruine ogen. Die Marianne Marijnissen van Schijndel. En Jan Marijnissen niet hebben. Een pedofiel heeft een vrouwelijke psyche in het lichaam van een man. Er worden ook schijnhuwelijken gearrangeerd, bijvoorbeeld tussen een mannelijke biseksueel en een vrouwelijke biseksueel. Ook komt voor schijnhuwelijken tussen een vrouwelijke biseksueel en een mannelijke geslachtsdiffuse met travestiete neigingen. Ze suggereren slechts dat ze een straight heterostel zijn. Schone schijn. Dat soort lui profiteren ook van vriendjespolitiek. Dat soort lui profiteren ook van kruiwagens. Dat soort lui worden tot hoog in de pikorde geloodst. Waarom wordt dit zo gedaan? Komt het door homo-handjeklap? Dit wordt zo gedaan onder het mom van staatsveiligheid? Er zijn netwerken. Het precieze weet ik er niet van. Door dit alles aan te kaarten ben ik veroordeeld geworden. Het vonnis was niet valide. Ik wil in cassatie gaan. Hiervoor zoek ik een advocaat. Onder andere Renske Leijten en Pieter Omtzigt heb ik ook het onderhavige gemeld. Renske Leijten en Pieter Omtzigt zijn zelf ook geslachtsdiffusen van hetzelfde laken en pak. Geslachtsdiffusen zijn homoseksuelen in verschillende soorten, inclusief bijvoorbeeld pedofielen. Alle genoemden behoren tot de LHBTIP+ gemeenschap. Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersexen, pedofiel en zo. Het is een asociale pleuriszooi, dominant, antisociaal. Ik ken namen van personen, getuigen, die het een en ander kunnen bevestigen. Zie je het verband tussen onder andere de zaak Marco Borsato en dergelijke en het veronderstelde maaswerk van onder andere pedofielen? Hetgeen wat onder andere Misha Kat beweert, daar zit een kern van waarheid in. Joris Demmink heeft waarschijnlijk wel het een en ander geflikt als pedofiel zijnde. Het VPRO-programma Argos heeft een tijdje geleden in een uitzending aannemelijk gemaakt dat onder andere pedofiele Joris Demmink
echt iemand is die over de schreef is gegaan. Ik hoop met deze e-mail aangrijpingspunten aangereikt te hebben. Ten slotte toon ik foto's van de ogen van Luca Borsato, de ogen van Leo Tien Ruiters en de ogen van Marco Borsato. Oh ja, ik ontving graag een reactie. Met vriendelijke groet, Gerard de Groot. Dan volgt er een foto van de blauwe ogen van Luca Borsato, slechts officieel een zoon van Marco Borsato. Dan een foto van de bruine ogen van Leo Tien Ruiters, de moeder van Luca Borsato. En dan tenslotte een foto van de ogen van vader, tussen aanhalingstekens Marco Borsato, die ook geen blauwe ogen heeft. Zo, ik zal de e-mail nu gaan verzenden. Ja, verzonden. Zie, verzonden op 31 januari 2022 om 21:33, 3:30 s'avonds. Dat was het. En dit was deze video. Nou maar afwachten. Oké, bye bye. Fact checker.